Waar gaat deze film over? Over een vogelsoort die zeer zeldzaam is. De zogenaamde geluksvogel. Ik ben zelf van een soort die zich zo durft te noemen. Dat komt omdat mijn hobby, het filmen van alles wat ik in de natuur tegenkom, met veel plezier doe. En blij ben omdat ik het fysiek nog steeds aan kan. Ik film meestal op Voorne Put, omdat ik hier woon en alles dicht bij huis is. Het is half januari als ik deze buizerd film in het Mallebos. Heel de tijd mooi zitten te wezen op een tak kan de schoorsteen niet van roken. Dus op jacht. Heeft hij toch nog een zangvogeltje verschalkt. Een wild plassende ree. Het is een enorm gepeuter voor de boomkruipers. Tussen het mos op de boomstam huizen allerlei insecten en larven. In de Wolvenpolder zijn gedurende de gehele winter pijlstaarteenders. Een prachtige soort. De kievietenpopulatie blijft hier bijna het gehele jaar. In een dode boom op de berenplaat valt er altijd wel een maaltje uit te kloppen voor deze grote bonte specht. Bij de benissen nemen de grote zaagplekken een bad. Gek dat ze geen last hebben van de kou in januari. Begin februari graast de ree binnen de omheining, die bedoeld is om tegen te gaan dat de jonge knoppen worden afgeknauwd door reeën. Naast het bos jaagt een koereiger bij de schapen. Dit is een mediterrane vogelsoort en dus best bijzonder dat deze hier in februari zijn kostje bij elkaar scharrelt. De opwarming van onze planeet laat ook leuke bijverschijnselen zien. Bijzonder mooie paddenstoel is deze rode kelkzwam. Maak een sprong naar april, wanneer de hondsdraf bloeit en de grijze zandbijen actief zijn bij de beningenslikken. Het winterkoninkje klinkt nog een beetje bedeesd. De volgende sprong is naar de zomer. In het vogelenzangpark is een argusvlinder mooi aan het wezen op een bloeiend heelblaadje. En de krassen en de gewone oeverlibel zitten er warmpjes bij op de boomstam. Een zomerbuitje is hier meer dan welkom.
Het laatste deel van deze film wijd ik aan de ijsvogel. Het mannetje heeft een snavel die boven en onder geheel zwart is. Bij het vrouwtje is de onderkant van de snavel rood. Om mijn naam als geluksvogel waar te maken, moet ik toegeven dat ik het geluk een handje heb geholpen. Door stokken te plaatsen een meter of 15 vanaf de vogelhut. Op die plaats is een kommetje met veel jonge visjes, waardoor de ijsvogel voorlopig niet verder hoeft. Leuk hoor, binnen een week wisten vele spijkenissen waar ze moesten zijn om de beestjes te fotograferen. Afijn. Ze hebben anderen ook even het geluk gehad om een geluksvogel te zijn.